Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Met een heel interessante gast. We zitten klaar om jou te inspireren over succesvolle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Van hopeloos naar hotspot natuurlijk. En hoe dan? Vandaag staat de aflevering helemaal in het teken van actief, in het moment, de neuzen dezelfde kant op krijgen. Je weet wel, bij stadsbrede events, participatieavonden, workshops, bijeenkomsten, you name it. De meeste organisatoren hebben hier slapeloze nachten van en zweten stiekem pintjes van achter hun professionele grimas. Maar niet onze gast van vandaag. Die geniet er gewoon van en die springt erin als energieleverancier. Tom, welkom in de podcast. Wat een leuke intro. Dankjewel, Sandra. Ja, leuk om hier te zijn, inderdaad. Leuk om in jouw podcast te mogen zitten. Ja, ik vind het zo leuk dat je erbij bent. En hoe gaat het met jou, Tom, op het moment? Ja, op het moment gaat het heel erg goed. Het ging al heel erg goed, maar het gaat nog beter. Nee, zeker. Ik zit lekker in mijn vel. Zit lekker in mijn sessies ook, die ik mag begeleiden, vol energie inderdaad. Want dat is wat ik probeer, om energie in bijeenkomsten te brengen. Ja, dat weet ik. En we hebben samen al 2 keer een bijeenkomst voorbereid, die dan op het allerlaatste moment niet doorging. Dus ik dacht van, ja, ik nodig jou uit in een podcast. Want ik heb al veel van jou geleerd in die voorbereidingen. En nu wil ik gewoon de tips en tricks ook meegeven aan de luisteraars. Ja, dus, en deze gaat gewoon door, hè? En deze gaat wel door, ja, natuurlijk. Die maken we gewoon, dat doen we samen. Ja, precies. Maar Tom, voor de luisteraar, vertel eens, wie ben je en wat drijft jou? Ja, ik ben Tom Vaassen. Ik ben energieleverancier van beroep. Maar dat doe ik niet vanuit Vattenfall. Dat doe ik ook niet vanuit Essent. Dat doe ik puur vanuit mezelf. Want ik breng namelijk energie in bijeenkomsten. Als dagvoorzitter, gespreksleider, workshopleider. Ik doe dat vanuit dagvoorzitter.online, dat is mijn bedrijf. En wij geloven erin dat we volop door beweging te brengen in bijeenkomsten. En dat is enerzijds fysieke beweging, want ik geloof dat we juist door fysieke beweging, dat we beweging in ons hoofd krijgen. Hopen we dat de mensen ook inderdaad lekker in beweging kunnen krijgen, ook qua denken. En daarmee impact te faciliteren. Ah, en daar proef ik al een flonkertje van wat jij doet. Hè? Dus mensen in beweging krijgen, mensen op een andere manier laten denken. Ja. Zijn dat wel dingen die jij doet? Ja, ik hoop ze te triggeren, Sandra. Dus ik hoop ze te triggeren om met elkaar het goede gesprek te voeren. Ik hoop ze in beweging te krijgen om naar elkaar te luisteren. En om samen nieuwe dingen te ontdekken of te verkennen of aan te durven gaan. En dat is wat ik probeer te stimuleren. Ja. En wat is jouw achtergrond eigenlijk? Wat heb je gestudeerd om dit werk te kunnen doen? Ik ben hovenier van huis uit. Oh, dat is grappig. Op dit moment heb ik een enorme tuinverbouwing buiten aan de gang. Oh, dat ben je. Vertel. Ja, dat is goed. Ik zag vroeger de busjes bij mijn oma Herman altijd 's ochtends wegrijden als ik daar weer eens een keer logeren was. En ik vond dat zo inspirerend. Ik zei toen al tegen mijn ouders, ik wil later ook gewoon een hoveniersbedrijf. Ik wil, net zoals oom Herman, inderdaad naar de tuinen toe. En die glimlachen op het gezichten van mensen zien. Dat er iets in hun omgeving gebeurt wat positief effect heeft. Dus ik ben de hovenierschool gaan volgen. En dat heb ik met verve afgerond. Maar ik merkte vooral in die tijd dat ik ook wel goed kon tekenen. Toch wel ook een beelddenker was en ideeën die ik had, maar ook die ik samen bedacht met mijn opdrachtgevers, dat ik die kon omzetten in een mooie tekening. En dus ik ben naar de hogere tuinschool gegaan, maar ja, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt gehad in jouw studietijd, maar het is best lastig als je door de bomen het bos niet meer kunt zien. En zeker bij een opleiding die nog eens een keer over de groene ruimte gaat. Dus ik zag door de bomen het bos niet meer. Dan heb je het letterlijk, ja. Ja, inderdaad. Mooi, dus dat was inderdaad niet mijn route op Larenstein. En ik ben daar toen van afgestapt en ben commerciële economie gaan studeren. Hele andere kant op gegaan. Ja. En toen inderdaad het bedrijfsleven ingerold. En
stap voor stap ben ik event management kant op gegaan. Dus ik mocht op een gegeven moment, ik weet niet of je dat nog kent, maar op een bepaald moment kwam de WABO kwam eraan. Dat was in de jaren 2008, 2009, 2010. En ik mocht... Ik weet niet meer waar dat voor staat, WABO. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Oh ja, ja. En ik heb toen voor de Vereniging Stadswerk en Kluwer en Interconcept, zij zaten als het ware in een soort van samenwerking, mocht ik bijeenkomsten organiseren. Roadshows, inspiratiebijeenkomsten, maar ook grote congressen. Tot 750 man hebben we in het hart van Holland en Nijkerk gehad. En dat mocht ik allemaal organiseren, aan de touwtjes trekken. En je glimt erbij. Wat vond je daar zo leuk aan? Ik herken het natuurlijk, maar vertel eens. Ja, ik vond het leuk om iedere keer weer opnieuw te verkennen, Sandra, om die bijeenkomsten weer beter te maken. Weer anders te maken. Weer succesvoller te maken. En wat is dan een succesvolle bijeenkomst? Ik kwam in het vakgebied ingerold en wat mij eigenlijk duidelijk werd, was dat we bij een plenaire opening allemaal naar binnen gingen. En dan gingen we 3-tal workshopsrondes door, met nog een lunchpauze tussendoor. En daarna hadden we een plenaire afsluiting. En iedereen had een topdag gehad. Ja, topdag. Sommige mensen zeiden, ja, die spreker was niet zo goed, of die workshop, die kende ik eigenlijk al. En ik dacht altijd, maar dat kan toch beter, dat kan toch anders? En gaandeweg de jaren ben ik die bijeenkomsten echt gaan organiseren. En daar komt het misschien ook al wel waar we het vandaag over hebben. Ben ik gaan organiseren met de mensen die naar die bijeenkomst toekomen. Dus ik ben programma's gaan bedenken waar de deelnemers behoefte aan hadden. Ja. Ik had daar geen achtergrond in, ik had daar geen ervaring in, maar ik voelde dat daar wel de kracht zat. Dat we zouden kunnen gaan onderzoeken, waar heb jij als bezoeker nou behoefte aan? En dan gaan wij daar een programma van maken. En je zag dat de kwaliteit van de events omhoog ging. En je zag ook dat de bezoekersaantallen in één keer flink omhoog gingen. Ja, want mensen ervoeren dit echt wel als kwalitatieve bijeenkomst. En dat vond ik heel gaaf om dat achter de coulissen, want dat was wel mijn plek, zo te ontwikkelen. Ja, wat mooi. Ja, ik herken ook wel van, ik ben natuurlijk naar veel bijeenkomsten geweest. En ja, als het gewoon een klassikaal gebeuren is, bij wijze van spreken, dat je erin gaat en je krijgt wat verhalen over je heen en dan gaan we naar buiten. Ja, dan heb je niet zoveel beleefd. Dus ik deel zeg maar jouw ongenoegen met van, ja, maar er moet toch veel meer uit te halen zijn. Er moet toch beter kunnen. Ik denk dat ik misschien daarom op een gegeven moment ook steeds workshops ben gaan organiseren met mensen, dat je samen aan het werk bent. Ja, precies. Hè? En dus ook veel meer met verschillende mensen een leuk contact opbouwt. Ja. Omdat je met z'n allen naar dezelfde goeroesprekers zit te luisteren of zo. Ja, dat brengt mij dan niet zoveel, niet interessant genoeg. En bedacht je die workshops dan zelf, Sandra? Had jij zelf daar ideeën voor hoe je dat op een andere manier kon doen? Ja, maar dat heb ik ook allemaal op gevoel gedaan. Ik heb vooral bij de VDMA-ontwikkeling ben ik... Weet je, dat was voor mij een nieuw topic. De burgemeester destijds van Eindhoven, die wilde daar een startup factory realiseren. Ja. En ik ben me natuurlijk gaan onderdompelen in die startup wereld. Ook met hem mee op reis geweest naar Canada. Fantastische voorbeelden gezien. Maar ja, dan kun je niet zomaar copy-paste vanuit Canada je naartoe halen. Hè? Dus, dus toen dacht ik van ja, ik moet gewoon in contact komen met die mensen en hun behoeften. En hun ideeën. En niet alleen van startups, maar daar hangt een hele wereld aan vast, heb ik ontdekt. He, van de onderwijsinstellingen en van de business accelerators, de business angels. Nou, noem het allemaal maar op. Dus dat vond ik interessant om in die wereld thuis te raken. En om daar, zeg maar bij wijze van spreken, mijn wereld van de ruimtelijke ontwikkeling en de economische ontwikkeling, daarmee in contact te brengen. Ja, dus in die zin gewoon door met ze samen te werken van, goh, ja, wat zou er op dat VDMA kunnen ontstaan? En waar heb jij behoefte aan? En hoe zou het... die omgeving daarin kunnen voorzien, et cetera, et cetera. Ja, daar kan je gewoon fantastische gesprekken voeren. Gaaf, gaaf. Ja, zo ben ik geïnspireerd geraakt door een... Want ik wilde het ook anders doen. En ik ben geïnspireerd geraakt door de werkvorm Open Space. Heb je daar al eens van gehoord? Nee. Nog niet van gehoord? Nee, ik weet niet. Nee. Ja, dat is in ieder geval... Open Space is voor mij de trigger geweest om... eigenlijk wat jij ook beschrijft, om het gewoon anders te gaan doen. Om op een andere manier mensen met elkaar in contact te brengen. In Amerika was er een man, die ging wel vaker van bijeenkomst naar bijeenkomst. En die zag dus inderdaad altijd datzelfde patroon. We gaan van workshop naar workshop. En we hebben een plenaire opening, we hebben een plenaire afsluiting, precies zoals ik net zei. Hij vroeg aan de deelnemers van een congres, waar die, volgens mij in Afrika, waar die op een bepaald moment was. Vroeg hij, wat is nou het moment op deze dag geweest? Dus stond bij de uitgang, waar iedereen naar buiten liep. Wat is nou het moment
bij dit congres waar je het meeste aan hebt gehad? Wat is voor jou meest waardevol geweest aan, aan deze conferentie? Wat denk je dat de meeste mensen zeiden? De borrel. De borrel. En wat nog meer? Ja, ik kom dan uit op de lunch, maar ik denk dat jij iets anders wil horen. Ja, nee, de lunch, het zijn de... We hebben al twee pauzemomenten te pakken, hè? Ja, ja. De koffiepauze. Ja. De koffiepauze. Dat was inderdaad, dat hoorde die van zoveel mensen terug, dat die zei, hey, maar daar gebeurt het dus. Ja. Daar gebeurt de interactie, daar gebeurt de... daar vindt de uitwisseling plaats. Daar spreken ze collega's, nieuwe mensen. Ze leren via collega's nieuwe mensen kennen. En hij dacht, ik ga een nieuw concept bedenken en ik ga een voortdurende koffiepauze organiseren. Nou, precies, dat wil ik zeggen. Ik heb eigenlijk steeds bezig geweest om een voortdurende koffiepauze te organiseren. Ja, en ja dan, fantastisch. Op een gegeven moment kwam mijn vader, die kan goed bakken, die kwam dan vlaai brengen. En we lieten pizza aanrukken en ja, we waren gewoon bezig, weet je wel. Fantastisch, toch? Ja. En dan krijg je zo'n andere vibe en dat mensen elkaar echt inspireren. Nou, er zit een heel systeem achter hoe ze dat vervolgens hebben opgezet. Maar dat is waar het gebeurt. Dat is waar interactie plaatsvindt en waar beweging plaatsvindt. En wat het mooie van was van Open Space, als jij merkt dat jouw energie bij een bepaald gesprek naar beneden gaat, dan pak je je boeltje en dan loop je gewoon naar een volgend gesprek. Yeah. Nou, hoe gaaf is dat? Dus ja, dat is voor mij de trigger geweest om het echt over een ander boek te gooien. En vanuit daar dacht ik, hey, dit kan ik ook faciliteren. Hier kan ik mijn rol in pakken. En toen ben ik van creatief facilitator dagvoorzitter geworden. En zo is dat... Zo is dat gekomen, ja. Wat leuk, zeg. Ja, nou ja, ik denk dan meteen van Open Space. En zijn daar boeken over geschreven? Want volgens mij heb ik het per ongeluk gedaan zonder dat ik het zo wist dat het zo heet. Ja. Ja, zeker interessant. Die meneer, die Amerikaan, heeft er ook een boek over geschreven. Een heel proces voor uitgetekend. En het is een wereldwijde conference. Eigenlijk een unconference. Want het is, het is gewoon echt op een andere manier kijken naar een conferentie en een bijeenkomst, ja. Nou, misschien zet ik het linkje nog erbij ergens in de bio van de podcast. Dus we die straks erbij kunnen vinden. Zeker doen. Even kijken. Open Space. Ja, mensen aan het denken zetten. Mensen met elkaar in contact brengen. Dat is... ik voel nu al de energie, Tom. Ik ben ook helemaal van mijn vragenlijstje af en zo. Sorry. Ik ging jou gewoon vragen stellen. Ja. Heel, heel, heel leuk. Kun je ons eens meenemen in van... jij leidt bijeenkomsten en heb je ook wel bijeenkomsten geleid die gaan over gebiedsontwikkeling? En wat doe je dan? Ja, dat doe ik inderdaad. Zo af en toe komt dat voorbij. Ik ben inderdaad een dagvoorzitter die op heel veel verschillende vlakken actief is. Maar ook wel op het gebied van visieontwikkeling of burgerparticipatie. Of ja, hoe je samen met mensen, inderdaad met inwoners, en het goede gesprek kunt voeren op de ontwikkeling van een gebied. Ik heb één voorbeeld hier uitgepakt. En er zijn er een aantal, hoor. En misschien dat we gedurende de podcast nog wel meer komen. Maar één voorbeeld was Den Haag. Waar we waar een ontwikkeling was in Bezuidenhout-Oost. En in Bezuidenhout-Oost had de gemeente aangekondigd dat ze de riolering gingen vervangen. Want die was echt aan vervanging toe. En ja, daar was een brief voor langsgekomen bij de wijkraad. en toen zei de wijkraad en een heel aantal bewoners... Hey, maar wacht even, als jullie de riolering helemaal gaan opengooien... en helemaal gaan vervangen... laten we dan ook eens opnieuw gaan kijken naar de inrichting van ons gebied. En dan heb ik het over parkeerplaatsen, zeiden de inwoners. Over... De pleinen die hier zijn. Over de speelplekken voor kinderen. Nou, allemaal dat soort elementen. Daar hadden de inwoners dan wel behoefte aan. En stond de gemeente daarvoor open? Hele goede vraag. Dat was zeker het geval. Wel voor... dit was echt een pilot. Want het was de eerste keer dat de gemeente Den Haag hiermee aan de slag ging. En ik had... binnen Den Haag had ik een paar andere... Ja, projecten doorlopen. En zei ze, Tom, zou je dat proces ook kunnen begeleiden? Ik zei, ja, dat vind ik heel erg leuk. Maar en ik vind het des te leuker om dat samen met die inwoners te doen. Nou, dat was precies ook de insteek. En het mooie was, Sandra, dat de inwoners hadden zelf al een hele routeplan eigenlijk uitgestippeld van hoe ze dat wilden. Want in die groep van inwoners die zich naar voren had geschoven, zeg van, die had gezegd, hey, wij willen dit wel begeleiden, zat een
iemand die heel erg goed is in conceptontwikkeling. Er zat een projectontwikkelaar zat erin. Daar zaten een lean manager zat erin. Dus die was heel erg van de processen. Nou, er kwam in één keer een bundeling van krachten bij elkaar. Waar de gemeente zoiets van had van, oh, die gasten gaan heel erg snel. Ja, precies. En laten we dat, ja, precies. En laten we dat op een goede manier ook gewoon begeleiden. En toen ik aan boord kwam, heb ik gezegd, nou, daar zijn hele mooie manieren voor om dit op een goede manier te begeleiden. Ik heb eerst met hun natuurlijk gesproken over wat wil je bereiken, wat zijn de stappen die jullie voor je zien. En dat heb ik toen vertaald in een proces van placemaking. En ik weet niet of jij ooit, ja, ik denk dat jij wel eens van placemaking hebt gehoord, toch? Ja, zeker wel. Ik wil zeggen, ja, precies. Ik heb er een mooie podcast over opgenomen met Rinske Brand. Oh, kijk, heel goed. Ja, ja, ja. Precies. Ja. Ik heb alles wat ik van placemaking weet, heb ik geleerd van Martijn van Dijk. Oh ja, dat ken ik ook, ja. Ja, misschien niet onbekend. Ja. Dat is een goede vriend van mij. En Martijn, die heeft mij een keer ontvangen in New York, waar hij bij PPS een stage heeft gelopen. Ik ben placemaking gestart is. En vanuit hem ben ik wel geïnspireerd geraakt op dat onderdeel placemaking. Mm-hmm. Dus ik heb placemaking onder dat hele proces gelegd. En ben eigenlijk met de inwoners een place game gaan doen. En heb een aantal stappen in volgens mij 3 of 4 bijeenkomsten hebben we verschillende stappen gezet met de inwoners. Heel gedegen, heel gestructureerd. En de inwoners, nou, waren wijkbijeenkomsten van, was het 70, 80 man. Mensen die daar toen nog fysiek bij elkaar kwamen natuurlijk. Dit was al 7 jaar geleden of zo. Ja, ja. En wat zijn dan de specifieke placemaking stappen? Want je brengt dat als een soort van methode. Ja, het is inderdaad een methode. En de placemaking stappen was dat je echt... We hebben eerst een soort van startbijeenkomst gehad waar we verteld hebben, ja, wat is de status zoals we ervoor staan? Hoe staan we ervoor hier in deze omgeving? We hebben wat mogelijkheden geschetst. Van, nou, deze kant zou het op kunnen gaan. Dat zou er mogelijk zijn. En vervolgens zijn we bij de eerste bijeenkomst meteen naar buiten gegaan. En hebben we verkend hoe mensen kijken naar die buitenruimte. Ze hebben aan de hand van een aantal vragen zijn ze op plekken gaan staan. En zijn ze, die had ik van tevoren allemaal bepaald. Hè. Dat groepje gaat naar plek 1, dat groepje gaat naar plek 2. En iedere keer konden ze met de fiets van plekje 1 naar plekje 2. En dan gingen ze op die plek gingen ze kijken, wat vinden we hier waardevol? Wat vinden we hier, wat missen we hier? Wat zou een idee kunnen zijn? Maar wat zou ook wat heel binnen korte tijd gerealiseerd zou kunnen worden? En wat zou een idee kunnen zijn waar we langer de tijd voor nodig hebben dan? Zo kregen we heel veel informatie enerzijds, maar er werd ook gewaardeerd op een heel aantal vlakken, zoals veiligheid, zoals bereikbaarheid, nou, noem maar eens op. Werd er gewaardeerd of ze het heel goed of heel slecht vonden. En al die data, die hebben we dan richting de volgende bijeenkomst hebben we die verwerkt. En hebben we de deelnemers klaargestoomd met al die informatie om een volgende stap te gaan zetten. En die volgende stap was dan inderdaad het out of the box gaan denken met al deze informatie. Wat voor ideeën zouden er op die plek, op een bepaalde plek, mogelijk zijn? En dan zijn ze zelf mee in de slag gegaan. Dus hebben ze schetsen gemaakt. Hebben ze uitwerkingen gemaakt van die pleinen, zoals ze het daar hebben genoemd. En na de tweede bijeenkomst zijn ook de mensen van de gemeente aangehaakt. En die zijn dan ook meteen die pleinen gaan schetsen. Dus er is op locatie zijn meteen dingen gaan uitwerken. En daar werd dan over gespart en uitgewisseld. Van, dit vinden we wel goed, dat vinden we niet goed. En op een bepaald moment waren al die pleinen op een bepaalde manier ingevuld. En werd dat dan weer gewaardeerd door de inwoners. Wat ze hiervan vonden, wat ze daarvan vonden. En dat is vervolgens ook nog eens een keer uitgewerkt, Sandra. Dus, en uitgevoerd, moet ik zeggen. Ja. Dus het was een bijzonder project en een bijzonder traject om ook die verbinding met de inwoners vorm te geven. Ja. Ja, zeker. Ik sta er helemaal van te kijken dat je vertelt dat bij de tweede bijeenkomst pas mensen van de gemeente ook aansloten. Nou, die zaten er vanaf de eerste bijeenkomst al bij. Oh, die waren er wel bij. Ja, 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 die waren er zeker bij. Maar laat eerst de inwoners zelf ook maar eens zelf nadenken over waar gaan we naartoe? Wat zou voor ons belangrijk zijn? Ja, ja, ja. Dus dat is wel leuk, want je zei helemaal in het begin van wat jou triggerde bij bijeenkomsten en van hoe maak ik die succesvoller is van hoe maak ik het meer van betekenis voor de mensen die ik wil aanspreken. Ja. En wat je nou beschrijft eigenlijk met die placemaking methode is hoe je de mensen uit de buurt, hè,
dat je echt mee aan de slag gaat en een heel proces op organiseert om ervoor te zorgen dat het voor hun van waarde is om daarmee bezig te zijn. Hè? Ja, zeker te weten. Zeker te weten. En dat het precies. En dat ze zich ook, en dat is mooi denk ik voor placemaking, dat ze zich ook mede verantwoordelijk voelen en mede eigenaar voelen van wat daar gerealiseerd is en wordt en hoe dat is aangevlogen. Dus zeer waardevolle tool om in te zetten. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En heb je zo nog meer van dit soort van prachtige vormen? Ja, in hetzelfde mooie Den Haag hebben we het Westduinpark. Als er een visie moest daarvoor komen. Westduinpark is een park waar per jaar ongeveer 2 miljoen bezoekers doorheen komen. Mm-hmm. Enerzijds bezoekers die van Scheveningen Haven naar Kijkduin fietsen om ergens naartoe te gaan. Maar anderzijds ook bezoekers die echt genieten van dat park, die daar rond kunnen lopen. Maar het park was ook echt wel, moet ik het zeggen? Er zaten ook wel een aantal elementen in waar behoefte aan was om dat op een andere manier aan te vliegen. Zoals hoe om te gaan met hondenpoep. Het was ook een gedeelte van het park, het was een uitlaatgebied. En ja, de mensen werden gek van de hondendrollen. Nou, hoe gaan we daarmee om? En toen zijn we met stakeholders, echt mensen die betrokken waren bij dat Westduinpark, zijn we samen gaan, hebben we verschillende stappen gezet, hebben we gaan brainstormen, zijn we creatief gaan nadenken over hoe zou dat park in de toekomst eruit moeten kunnen zien? Waar zouden we naartoe kunnen groeien met elkaar? En daar hebben we, daar zijn een aantal ideeën uitgekomen, dat hebben we ook bij de eerste bijeenkomst gedaan. Hier heb ik echt een creatieve mindset ingezet, Sandra. Dus ik ben eerst gaan brainstormen, eerst gaan divergeren bij de eerste bijeenkomst. Dat is een bijeenkomst met ongeveer 30 mensen. En bij de tweede bijeenkomst zijn we gaan convergeren. En hebben ze de slag gemaakt om te kiezen met wat voor ideeën zouden we verder willen. En die ideeën konden ze dan gaan vertalen naar een bouwsteen. En ik had op dat moment had ik ook een hele goede visualisator aangetrokken. Die kent dat gebied ook goed. Hij woont in Wassenaar. Dus zij was ook wel betrokken bij dat hele gebeuren. En die heeft van de presentaties die mensen op een gegeven moment geven van het concept wat zij in gedachten hadden, heeft die bouwstenen gemaakt. En die bouwstenen, dat is eigenlijk de onderlegger geworden van de visie voor het Westduinpark. En op basis van die bouwstenen is die visie dus eigenlijk vormgegeven. En dat is wat ik dat was de eerste keer dat ik dat toen gebruikte, maar dat gebruik ik nog steeds bij trajecten die ik begeleid om echt bouwstenen te kunnen pakken waar een visieontwikkeling of een project mee opgebouwd wordt en waar alles aan opgehangen wordt. En dat betekent niet dat het daarmee helemaal klaar is, maar je kunt met al die ideeën die je nog meer hebt opgewekt, kun je na een paar jaar weer opnieuw nieuwe bouwstenen ontwikkelen, weet je wel, of nieuwe dingen, nieuwe elementen. Maar je hebt in ieder geval breed gekeken. Ik zit steeds met een glimlach, want hè, je bent dan begonnen met een opleiding tot hovenier. Hè? En moet je dan kijken hoe je dan helemaal bezig gaat met zo'n park. Eigenlijk ben je dan gewoon een heel groot hof aan het inrichten. Ja. Een groot park met heel veel mensen. Fantastisch, hè? Ja, leuk, hè? Ja, dus ik ben nog steeds bezig met die smile op de gezichten van mensen, Sandra. Ja, zeker. Maar ook gewoon, hè, ook in de openbare ruimte ook bezig. Maar er gaan vast ook wel vergelijkingen mank. Maar je bent gewoon bezig om samen met de klant en degene die er straks van gaat genieten, ervoor te zorgen dat er het beste uit wordt gehaald. Ja. Dat herken ik er heel erg in ook. En wat je zegt, eerst divergeren. Dus laat mensen maar eens gewoon ook breed nadenken. Ik zie heel vaak bij processen zo van, oh nee, het moet allemaal hanteerbaar zijn en zo. Dus we hebben een heel beperkte set randvoorwaarden en een beperkte groep partijen. En dat wordt het dan. En ik denk dan altijd van, oh, alsjeblieft, dit kan zoveel meer betekenen dan dat. Het kan zoveel meer opleveren. Als je even die oogkleppen zo tjoetjoef, een stukje openzet. Ja. En meerdere mensen erbij betrekt en meerdere invalshoeken hoort, dan krijg je echt de rijkdom. En dan krijg je inderdaad die bouwstenen die jij omschrijft. Ja. En dan kun je daar, als je al die bouwstenen hebt, dan kun je lekker gaan bouwen. Dan kun je lekker creatief aan de slag. Precies. Maar dat vind ik ook zo knap aan jou. Want jij bent echt van het verbinden van al die elementen die van invloed kunnen zijn op zo'n gebied. En dat je ook de mensen die daarbij betrokken zijn, dat je die ook allemaal erbij haalt om samen te gaan bouwen. En jij overziet dat ook helemaal. Kijk, ik word ingevlogen om een project te faciliteren, Sandra. Ik ben een beperkte tijd aanwezig.
dat kan van een maand zijn, dat kan tot 3 maanden zijn. Maar jij zit echt op een proces en jij coördineert dat proces ook op een hele goede manier, omdat je dat overzicht volgens mij ook gewoon goed hebt. Ja, dat is zo. En ik ben tegelijkertijd ook altijd aan kijken naar mensen die me daarin kunnen helpen. Ja. Want je moet lang niet van de energie van één persoon afhankelijk zijn. En nee. Helemaal niet. Het is best complex allemaal. Ik kom veel bij kijken. Veel mensen om mee te spreken. Veel vakgebieden om te doorgronden. Hè. Dat hoort dan bij mijn werk. Dus ja. Ik ben altijd op zoek naar mensen zoals jij. Zo van, als er dan bijeenkomsten zijn. Nou, daar hangt ook vaak veel van af. Je wil het op een goede manier doen. Je wil ook echt... De mensen, ja, je wil dat het aanspreekt, je wil de mensen hun hart raken, je wil dat ze inderdaad die mede-eigenaarsrol op zich pakken. Dus in die zin zie ik gewoon van hoe zich dat dan onderling enorm kan versterken. Ja, mooi hè? Ja, precies. Wat ik wel echt van belang vind, is dat je heel goed nadenkt over hoe kom je tot een bijeenkomst. En dat wil ik ook wel echt benadrukken. Ja. Want ik kan wel zeggen, ja, ik pak Open Space of pak placemaking. En zo heb ik nog een paar methodes zoals een fishbowl, een appreciated inquiry. Ja, wat is dat dan weer? Daar wil ik dan ook alweer horen. Ja, precies. Daar wil ik zo meteen echt wel even iets verder op ingaan. Maar wat ik heel erg belangrijk vind, is dat de onderlegger om te komen tot een succesvolle bijeenkomst is voor mij echt leading. Ik vind het belangrijk dat je goed nadenkt over wat is je doel enerzijds met de bijeenkomst. En we hebben daar in onze samenwerking ook al een paar keer, ook al zijn die sessies nog niet doorgegaan, hebben we die processtappen wel zo doorlopen. Wat is je doel van je bijeenkomst? Met wie ga je aan de slag? Wie zijn je stakeholders? Als het 50 mensen zijn, hoef ze niet alle 50 te weten hoe ze allemaal in de materie zitten, maar cluster ze. En misschien dat je, stel dat je inwoners en bedrijven hebt en dat die allebei aanwezig zijn op een bijeenkomst, maar allebei wel vanuit hun eigen belang. Dus je wil weten, wat zijn die stakeholders die aanwezig zijn? En ik geloof er heel erg in, besef je goed en denk goed na over hoe komen die mensen binnen en hoe wil je ze naar buiten laten gaan? Ja. Dat is enerzijds voor hun heel erg van belang, maar ook voor jou. Wat wil jij er zelf ook uithalen? Dat loopt vaak wel synchroon of met die inwoners of met bijvoorbeeld de bedrijven. Maar als we het hebben over hoe komen mensen binnen, geloof ik heel sterk in wat voor gedrag vertonen ze als ze binnenstappen? Hoe praten ze over deze ontwikkeling? Of over de stad? Of over het stadshart waar jij natuurlijk volop mee bezig bent? Wat zeggen ze tegen elkaar? Wat zeggen ze tegen vrienden of familie die ze tegenkomen en ze praten? Zijn ze trots? Zijn ze niet zo trots? Maar wat zeggen ze dan? Wat is hun gedrag? Anderzijds wil ik weten, zijn er pains of zijn er attentiepunten, aandachtspunten waarvan je zegt, hé, daar moeten we rekening mee houden als we hiermee aan de slag gaan. Ik heb ooit een keer een bijeenkomst georganiseerd. Dat was een bijeenkomst van allerlei dorpsraden en wijkraden in de gemeente. En een van de... ik heb deze vraag toen ook gesteld. En toen was de eerste antwoord, nee, eigenlijk met die dorpsraden en wijkraden hebben wij niet zoveel problemen. En we hebben ook niet zoveel moeite. Nee, ze zitten er allemaal positief in, joh. Ik zei, ja, maar zijn er geen elementen die zijn opgespeeld of waar ze wat ze lastig vinden aan wat de gemeente voor keuzes maakt? Oh ja, er is een samenwerking van twee dorpen geweest, kwam naar voren. En die dorpen wilden eigenlijk een sporthal in hun gebied. En dat is een echte multifunctionele sporthal. Daar waren ze, dat hadden ze een aanvraag voor ingediend. De toenmalige gemeenteraad had dat geaccordeerd. En de huidige gemeenteraad was een jaar onderweg en heeft dat... een jaar later dus ook weer getorpedeerd. Ach, goed, ja. En ja, vonden die dorpen dat wel heel lastig. Ik zei, nou, dit is wel iets wat bij de bijeenkomst naar boven zou kunnen komen. Maar goed dat ik dat even van tevoren weet, ja. Precies. Had ik dat niet geweten, had ik met mijn mond vol tanden gestaan, Sandra, bij het begin van die bijeenkomst. En prompt, het kwam bij die bijeenkomst ook meteen naar boven. En ik kon dat pareren door te zeggen, ja, laten we deze dorpen- en wijkbijeenkomst nou niet meteen... dit bij als rode draad pakken van, is dit dan de manier waarop we moeten samenwerken? Volgens mij zijn we hier allemaal om te kijken hoe we onze krachten kunnen bundelen. Ik denk, dit onderwerp is belangrijk dat jullie dat als dorpen met de raad ook gaan bespreken samen. Hoe hiermee om te gaan. En dat is toen ook, dus ik heb gezegd, laten we dit op de parkeerplaats plaatsen. Ja. Dat deed een goede tip, hè? Laten we dit op de parkeerplaats plaatsen. Dat we daar op een later moment met jullie op terugkomen. Maar laten we dat niet de rode draad blijven zijn van deze hopelijk succesvolle en energieke dag. Nou, en toen kon iedereen door.
We hebben het geparkeerd, er wordt later op teruggekomen en we konden door. Super belangrijk. Als je dat niet had gedaan, was je heel je bijeenkomst naar de haaien geweest. Ja, was je kwijt. Precies. Ja. Pains dus, en inderdaad, wat zijn de verwachtingen van deelnemers? Super belangrijk. Wat verwachten ze op basis van eerdere bijeenkomsten? Wat is er gesproken hoe is er gesproken over vorige bijeenkomsten? Dat wil ik weten. En als we vanuit de binnenkant of vanuit binnenkomst naar exit gaan, wat voor gedrag wordt er dan vertoond? Met wat voor gedrag stappen ze naar buiten? Is er iets veranderd in hun gedrag? Hoe spreken ze tegenover vrienden en familie? Tegenover een pain staan een gain. Wat heeft het ze opgeleverd? Superbelangrijk. Wat nemen ze onder de arm mee naar huis? En tegenover een verwachting staan een voldoening. En die laatste, dat vind ik altijd een van mijn leukste vragen. Ik vraag altijd, wat zijn de hashtags die mensen gaan posten op social media? Hoe ze deze bijeenkomst hebben beleefd. En dan komen de meest gekke, leuke hashtags voorbij. Maar daarmee zet je voor jezelf, als ik dat met de opdrachtgevers bespreek, zet je voor jezelf ook een bepaalde mindset klaar. Van hoe wil ik dat mensen straks naar buiten gaan? En op die manier kunnen we dat ontwerp gaan maken van een goede, succesvolle bijeenkomst, waar alles in zit om er echt iets van te maken. Ja, en ik denk dat dit stiekem echt wel de kern is van jouw aanpak. Ja, dit is waar ik op wat mij drijft. En gewoon die enorme voorbereiding. En ik weet niet, de mensen die luisteren, denk nou niet van, oh, maar dan wordt het heel gemaakt. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je met elkaar een moment van positiviteit en verbinding voelt. En van, we zijn samen op pad en dit gaat de goede kant op. Ja. En dat wil je creëren, daar wil je mensen faciliteren. En daar hoort deze voorbereiding daarbij. Ja, die hoort er zeker bij. En dan... Ja. En dat is leuk, hè? Ik heb nou ook weer een visietraject voor een sportcluster onlangs. En dan is het leuk om al die dingen die je van tevoren besproken hebt bij de intake. En waar je zo op door bent geakkerd en het goed hebt besproken. Dan zie je ook dat het enthousiasme ook tijdens zo'n bijeenkomst ook eens een keer naar boven komt. Ja, dan ben je helemaal... en die hashtags ook nog eens een keer voorbij gekomen, weet je wel. Ja, precies. Dan heb je meteen de bevestiging. Want dat is natuurlijk het leuke van dat soort van momenten, bijeenkomsten. Ja, je krijgt meteen direct ook zoveel terug. Ja. In mijn werk, het is vaak, je bent langjarig ergens mee bezig. Zo'n grote gebiedsontwikkeling. En ja, je bent aan het voorbereiden en je werkt er naartoe. En het duurt best wel lang voordat er echt iets zichtbaar is, voordat er successen te vieren zijn. Hè? Ja. Klopt. En zo'n moment van dat je samenkomt, dat geeft ook weer heel veel energie. Onwijs, onwijs. Ja. Ja, en er zijn ook wel manieren om dat op een goede manier te kunnen stimuleren, Sandra. Vertel. Ja, daar stap ik, als je het goed vindt, stap ik dan wel graag even door op een tweetal tools die ik graag inzet. Om toch die positiviteit te Ja, precies, want dat was eigenlijk wat ik ook wilde zeggen van, je moet natuurlijk tegelijkertijd ook altijd blijven improviseren. Ja, altijd inderdaad. En ik heb straks al gehad over placemaking. Nou, placemaking helpt ontzettend en dat is een prachtige tool. Waar ik de afgelopen jaren ook echt steeds meer gebruik van ben gaan maken bij visieontwikkelingen of strategiesessies of wijkplannen. Ik pak even twee voorbeelden. In februari, maart heb ik een wijkplannenbijeenkomsten begeleid voor, hoe zeg ik dat? Wijkplan bijeenkomsten begeleid. Het is een hele mond vol. voor Heem Wonen in Kerkrade. En dat was een wijk in Kerkrade, ook weer Kerkrade Oost. Het was Zuiderhout Oost, Kerkrade Oost. Mm-hmm. Kerkrade Oost, waar echt wel wat zorgen waren hoe daar samengewerkt werd door de professionele partners. Daar heb ik de appreciative inquiry ingezet, de waarderende benadering. En dat heb ik onlangs bij het sportcluster De Warande in Oosterhout ook gedaan, waar we over een visie op 2030 zijn gaan nadenken over waar gaat het cluster naartoe, waar gaat de sportcluster naartoe. Bij beide bijeenkomsten heb ik de appreciative inquiry ingezet. En wat ik daarbij doe, is dat ik mensen vraag, nadat we een start hebben gehad en dat ik even kennismakingsoefening heb gedaan om die beweging enerzijds fysiek soms, maar anderzijds ook mentaal natuurlijk, erin te krijgen. Is de eerste vraag die ik dan vervolgens stel, om de verdieping op te pakken, waar ben je trots op? Wat is nou een element waar je echt energie van krijgt? Wat is een hoogtepunt waarvan je zegt, oh, op dat moment, bijvoorbeeld in Kerkrade Oost, of bij De Warande, bij het multifunctionele sportcentrum,
dat was nou een moment waar ik echt energie heb gevoeld. En vervolgens in Zoom, ik doe alles via Zoom, laat ik de mensen daar in breakout rooms gaan en gaan ze met z'n drieën daarover praten. Ze komen na 10 minuten komen ze terug en dan kunnen ze dat via Mentimeter kunnen ze dat delen. Ik haal nog een paar mensen, haal ik er nog uit, om nog even te horen, wat was nou een moment waarop je echte energie hebt gevoeld. Maar die laten we ook via Mentimeter laten we er terugkomen. Dus mensen zien van elkaar ook wat voor hun, wat een beetje de gemene delen was. Voor mensen die het niet kennen, Mentimeter. Ja, ik denk dat Mentimeter. Ik zeg dat meteen automatisch. Ja, ik ken het ook wel, ja. Dan moet je online tool, hè? Online tool, waarin je even heel inzichtelijk krijgt van wat mensen dan inbrengen. En in A4'tje, ja. Dan kunnen ze op hun telefoon kunnen ze naar menti.com en dan kunnen ze een woord invullen of een zinnetje invullen. En dat komt dan allemaal binnen bij ons in de studio. Maar dat werkt al heel erg goed. Dus dan ontstaat er al een bepaalde mate van positiviteit. Want ze hebben mogen praten waar ze trots op zijn. De volgende stap is, waar ben je, zonder bescheiden te zijn, trots op jezelf? Waar ben je trots op de mensen met wie je daar samenwerkt? Waar ben je trots op? Wat brengt leven in de brouwerij? En wat zijn factoren waar we niet zonder zouden kunnen? Dit zijn de vragen voor de ronde 2 inderdaad. En dan gaan ze in groepjes van 4 of 5 uit elkaar. En dan gaan ze over deze stap praten. Dus dan gaan ze met elkaar gaan ze weer een nieuwe vorm van positiviteit opwekken. En dan zie je dus dat er stapjes bij iedereen worden genomen om elementen te verkennen die echt belangrijk zijn voor een succesvolle ruimte, voor een succesvolle openbare ruimte of een succesvolle plek misschien wel. En dat haal ik dan online op. Dus ik heb allemaal whiteboards klaarstaan. Dat kan via Miro, dat kan via Jamboards. Allemaal tools online die je mooi kunt inzetten. Mensen vullen dat in, gaan met elkaar erover praten. En dat koppelen we dan ook kort terug. Dus we halen dat bij iedereen weer even op, wat er dan zoal gedeeld is. En daar ontstaan natuurlijk ook vaak al van, dat vind ik ook goed. Oh, dat vind ik ook goed. Dus wat je ziet, is dat we weer een volgende stap hebben gezet in de positiviteitsontwikkeling, de waarderende benadering. Ja. Stap 3 bij bijeenkomst nummer 1 nog steeds, is dat we dat ik ze het is een volle show, hè? Ach, het is een volle show. 2,5 uur volop waarderend benaderen. Ja. En de volgende stap is, ga nou eens je voorstellen dat je 10 jaar lang slaapt. Dus 10 jaar lang ben jij even in rusten. Maar alle goede ideeën, alle goede ontwikkelingen, alle kansen zijn gepakt. Alles is uitgevoerd om die plek succesvol te maken, die ruimte succesvol te maken. En na 10 jaar word je wakker. En je loopt rond door Kerkrade Oost of door de veranden. Ja, prachtig. En je bent verrast door wat je ziet, maar je bent vooral heel erg trots op wat je ziet. Wat zie je? Wat zie jij? En dan krijgen ze van mij de kans om eerst voor zichzelf een longlist aan ideeën te maken. Dus ik zie dit, ik zie dat, ik zie zus, ik zie zo. En dan gaan ze weer in een groepje van 4 of 5 gaan ze weer uiteen. En dan voordat ze daar instappen in dat groepje in de breakout, mogen ze eerst uit die longlist, mogen ze de 3 meest gave, meest goede ideeën uitpakken. En een idee is niet 1 woord, hè? Hou daar rekening mee. Een idee heeft context. Als ik zeg hardloopbaan, dat zegt nog niet zoveel. Nee, precies, daar word je niet warm van. Nee. Nee. Als een hardloopbaan, als dat een combinatie is, die hardloopbaan een combinatie is met andere activiteiten binnen dat sportcluster, dan heb je wat te pakken. Ja, en dat is een idee die je dan kunt inbrengen. Nou, op die manier gaan we van persoonlijke longlist naar een longlist per groepje. En die gaan we dan ook terugkoppelen met de deelnemers, met iedereen die op het einde van sessie 1 aanwezig is. En dat is meestal iedereen nog steeds. Ja, en, dat is mooi. Ja. Maar als je over positieve dingen mooi denkt. Dit is gewoon supermooi. Dat is supermooi. Het werkt en positiviteit op. Ja, precies. En dat is denk ik heel belangrijk voor visieontwikkeling, wijkplan, noem maar op. Ja, en ook wel, als je dat zo zegt, ook wel heel herkenbaar. En ook wel een beetje confronterend. Want de meeste mensen praten vooral eigenlijk over wat ze niet zint en over de problemen. Ja. Hè? En als je daar maar op doorgaat, dan kom je inderdaad ook in zo'n negatieve spiraal. En daar kom je niet uit. Dan draai je eigenlijk steeds verder in. Dus
Wil jij tegen mij zeggen dat als je zo'n bijeenkomst organiseert, dat je dan dit helemaal zeg maar richt op die positieve spiraal? Is dat wat je doet? Ja, in dit soort gevallen wel, ja. En waarom? Omdat met negativiteit komen we nergens. Ja, ja. Je kunt met elkaar wel gaan evalueren wat er allemaal niet goed gaat. En zeker ook bij heenwonen, waar allemaal betrokken stakeholders zijn. Die allemaal de beste intenties hebben. Ja. En ja, natuurlijk zijn er dingen die niet goed gaan of die je wat minder vindt aan de ander. Maar op het moment dat we daarover gaan praten, wordt de energie alleen maar minder. Ja, precies. En word je ook zelf niet engaged of geenthousiasmeerd genoeg om er weer voor te gaan. Ik geloof dat je echt geenthousiasmeerd raakt als je met elkaar mag dromen. En als je met elkaar een stip aan de horizon mag zetten, waar je echt van zegt, ja, daar gaan we voor. Ja, en dat je dan wek je die energie bij jezelf ook op. Je ziet het bij de ander met wie je in gesprek bent. Ja. En dat heb ik daar gefaciliteerd. En het leuke is, als ik dan kijk naar inderdaad Kerkrade Oost, je zag dat mensen ook echt zoiets hadden van, nou, hier gaan we voor. Er zijn plannen uitgekomen. Er zijn 5 plannen uitgekomen waarvan ze zeggen, hé, hier gaan we de komende jaren mee aan de slag. Deze stappen gaan we zetten. En dat gaan we op deze manier doen, met die mensen. Dit hebben we ervoor nodig. Zoveel geld is ervoor nodig. En een jaar later gaan we met elkaar, of volgend jaar, gaan ze met elkaar evalueren. Hoe staat het ervoor? Is het traject al afgerond? Moeten we weer iets nieuws pakken? Dus het blijft ook een soort van loopje houden. Dat je elkaar scherp houdt. Dat je elkaar bij de les houdt, zeg maar. Ja, maar dat vind ik zo mooi. Hè? Nou, dat zo zegt, denk ik van, weet je, het doet wat in die zin van, het brengt dingen in beweging en ontstaan projecten en zo. Maar het doet ook persoonlijk wat met mensen. Zeker. Hè? En dat mag ook wel benoemd worden. We zijn natuurlijk allemaal met een vak bezig en met ontwikkeling en dit en dat. Maar als de mensen zich goed voelen en gesteund voelen en ook uitgedaagd en geprikkeld voelen, dan kunnen er veel mooiere projecten ontstaan en mooiere samenwerkingen. En, ja. Ja, en gehoord, hè? Ja, want daar ook, zit, daar zit ook, enerzijds is het goed om te horen wat anderen willen. Maar het is wel echt heel gaaf als je zelf ook mag delen en ook gehoord wordt door je gesprekspartners. Zeker. Daar zei laatst iemand, een Amerikaan, had daar heel mooi één zin voor. Hij zei, people support what they create. En dat vond ik zo mooi in de kern. Hè? Ja. Want natuurlijk, hè, je wil horen wat andere mensen, maar het gaat erom van dat je ook gehoord voelt en deelgenoot voelt van een grotere beweging, van een oplossing, van een project, van wat dan ook. En dat je daar je rol in kunt pakken, ja, daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het om. Mooi, hè? Ja. Dat is superleuk. Dus dit is een methodiek die ik heel graag inzet. Als het zo uitkomt en als het zo voorbij komt. Maar, ik heb al wat plekken, steden in gedachten waar dit goed. gewoon echt veel goed zou kunnen brengen, lijkt het zo te zeggen. Ja. Positiviteit zou kunnen brengen. Ja. Precies. En dan heb je ook nog, want ja, nou wil ik het ook allemaal weten. Er kwam ook nog een fishbowl voorbij. Ja. Dan wil ik ook benoemd wat dat dan weer is. Ja, een fishbowl. Ik geloof in dat we met elkaar, ook in deze online tijden, want wat ik net allemaal vertelde, dat kan online echt fantastisch georganiseerd worden. En je kunt dat online... Ook goed ik om heb even gemerkt, stil te staan, ja. Ja, precies. En ik kom zo meteen ook bij de fishbowl. Ik heb gemerkt dat ik als energieleverancier online net zoveel energie kan leveren, Sandra, als dat ik dat... in een live sessie doen. Ja, ik mis ook vertel. Want ik vind het nog steeds... Ja, ik bedoel, ik zit met jou deze podcast ook online op te nemen. Dus ik omarm het zeker ook. Hè. En ik moet zeggen, mijn netwerk is nog nooit zo gegroeid als in de coronatijd. Want afstanden bestaan niet meer. Maar ik kijk er tegenop, zeg maar, om grote bijeenkomsten, om die via Zoom te doen. Oh ja? Ja, nou ja, dat vind ik zo leuk. Okay. Die verrassing bij jou. Maar vertel, wat zijn jouw ervaringen? Ik ben daar dus juist helemaal op aangegaan. Ik heb... Toen corona binnenvloog, dacht ik ook eerst van, het zal mijn tijd wel duren en ik kom na de zomervakantie 2020 wel terug. Totdat ik inderdaad gevraagd werd voor diverse bijeenkomsten, sessies, of ik dat ook online kon. En toen dacht ik, ja, dat kan ik. Dus ik heb het nog nooit gedaan. Lekker die piepie lang was met die tijd. Ja, we hebben nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Precies, dat is waar ik dan voor ga. Dus ik ben gaan nadenken en ik ben allemaal dingetjes gaan onderzoeken online. Van hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? En dat heeft bij mij toegeleid dat ik inderdaad een hele studio gebouwd heb. En dat ik alle apparatuur tot me heb genomen om hier in mijn eigen studio te werken. Ja. En je ziet het inderdaad ook.
Je ziet het in ieder geval via het scherm. Ja. Om een eigen studio te hebben, maar ook op locatie op te bouwen. En dus ik vind dat vind ik een meerwaarde. Want nee, dat heb ik dus gedaan. Dus ik heb die stap gezet. En wat ik ben gaan experimenteren met manieren waarop ik die verbinding toch kan maken. En ik heb het al een paar keer benoemd. Beweging in je lijf is beweging in je brein. En dat geldt net zo goed online. Dus als jij een eerstvolgende bijeenkomst online faciliteert, ga je dan, ja. Daar ben ik wel benieuwd. Zit jij te faciliteren zoals je nu ook zit, Sandra? Of ga jij staan achter je bureau? Ik ben van plan te blijven zitten, ja. Eerste tip. Ga echt gewoon staan. Als jij staat... Ik voelde hem aankomen. Ja, precies. Als jij staat, dan kun je vele malen meer energie overbrengen. Jij staat ook met beide benen op de grond. Je straalt er energie uit. En dat pakken andere mensen op. Of ze nou zitten of niet. Maar daarmee breng je al een stukje beweging. Een stukje energie. Top. Dat is wat ik doe. Een hele mooie, goede, praktische tip. Ja. Neem me mee. Een volgende moment is dat je inderdaad op gezette momenten goede pauze-elementen natuurlijk inbouwt. En dan ook erbij vertelt. Beste mensen, strek die benen even. Blijf niet achter de computer zitten. Maar ga even naar buiten. Loop even een rondje. En pak even een kopje koffie en kom zo weer terug. Want beweging in je lijf is beweging in je brein. Ik ben daarmee... en dit zijn twee hele simpele dingetjes. Maar ik heb ook met sessies luchtgitaren gedaan. Weet je, allemaal leuke werk van. Fantastisch. Ja. Of dat ze een attribuut moesten gaan pakken. Of weet ik veel wat. Dat is leuk. Iets roods of iets groots. Ja, je brengt het letterlijk in. Dat mensen inderdaad niet zeg maar zo achterover zitten bij de zoveelste Zoom-vergadering of Teams. Maar gewoon even... Ja. In beweging. Leuk. Dus dat is dat. Maar als we dan ook bijvoorbeeld een fishbowl, je kunt in Zoom kun je op een hele mooie manier die interactie op een goed vorm geven. Voorheen had ik vaker bijeenkomsten waar we de inhoud in gingen. Dus dat heb ik nog steeds, maar dat deden we toen natuurlijk live. Mm-hmm. En stel dat wij met z'n tweeën in een bepaalde wijk gingen aan de slag gingen, Sandra, en er was vanuit die wijk was er nog wel wat, zouden er wat vragen zijn of mensen zouden graag met de organisatie waar jij bijvoorbeeld voor werkt, in gesprek gaan. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat we al die mensen uitnodigen. En stel dat daar 100 mensen op afkomen. Dan kunnen wij jou voor die hele groep zetten. En dan ga ik jou een paar vragen stellen. En ik ga vragen uit de zaal ga ik op jou afvuren. Dat kan. En dat is een mogelijkheid. Maar dan krijg je nog steeds het gevoel wij tegen zij. Ja. Ik had er nog niet zo heel warm van. Ja. Nee, precies. Wat ik geleerd had toen we fysiek bij elkaar waren, konden komen, toen deed ik het al vaker om een binnenring en een buitenring te organiseren. En dat is dan dat je een binnenring hebt van inderdaad de gespreksleider en degene die geïnterviewd zou worden. Nou, dat zou in dit geval jij kunnen zijn. En ik zou met jou een interview afnemen over wat jou drijft, wat je belangrijk vindt voor gebiedsontwikkeling. Nou, noem alles maar op. Maar om ons heen, of in die binnencirkel, staan er 5 stoelen. Die zijn leeg. En nadat ik met jou een korte introductie heb gedaan, nodig ik mensen uit die in de buitencirkel zitten. Dus er zit een hele cirkel van 100 mensen zitten om ons heen. En dan mogen mensen naar binnen stappen. Mogen in die binnencirkel stappen. Als ze met jou dat gesprek aan willen. Dus dan zie je dat er 5 stoelen bijvoorbeeld gevuld worden. Of in dat geval werden. toen we nog live bij elkaar kwamen. Ja. En dan kun je dus op een intieme manier worden vragen gesteld, krijg je het gesprek met elkaar, ga je de dialoog aan. En als mensen hun vraag beantwoord hadden gekregen, dan stonden ze weer op en liepen ze weer naar hun plek in de buitencirkel. En dan was er weer een plek vrij voor mensen die ook geïnteresseerd waren om met jou dat gesprek te voeren. Dat vond ik toen al een hele mooie werkvorm. Ja. En wat je nu vaak ziet, is bijvoorbeeld bij een inspraakavond, of ik heb gisteravond nog een sessie gedaan, dat ging over de ontwikkeling van zonneparken in een gemeente. En daar heb ik, toen zijn we met de wethouder, was een onderdeel van die avond. En toen heb ik daar ook een fishbowl methodiek op ingezet. Namelijk om op een intieme manier met de wethouder vanuit de inwoners, vanuit het dorp, het gesprek te voeren. En dit was een bijeenkomst van 124 mensen. Die allemaal in Zoom zaten. Dat is al een flinke club, hè, die je dan allemaal bij elkaar hebt. Die kun je niet allemaal zien, die moet je allemaal bladeren zo. Hè? Ja, precies. Dat is ook wat ik doe. Hè. Laten we allemaal de camera maar weer eens aanzetten, dat we elkaar ook weer een beetje kunnen zien. Ja. We zitten ook met z'n allen bij elkaar.
Maar nadat we inhoudelijk en vanuit de experts, dat ging over het proces en de opdracht, de opgave vanuit de gemeente, dat hadden we nog algemeen vragen beantwoorden gehouden. En daarnaast, iemand heeft iets verteld over vergunningverlening, ook algemeen gehouden, daar konden gewoon vragen gesteld worden, mensen konden hun handje opsteken en ik gaf ze het woord. En met de wethouder zijn we het verdiepend wijkgesprek ingegaan. En daar heb ik gezegd, nou, en hieronder leg ik de Vissenkom-methodiek. Dus we hebben de buitenring. Iedereen kan meekijken naar het gesprek wat in de binnencirkel plaatsvindt. En hoe doen we dat? De wethouder en ik worden gespotlight in Zoom. Dus wij worden bij iedereen op het scherm geplaatst. Dat heet spotlight. Ja. En mensen kunnen hun handje opsteken. En dan worden ze in die binnencirkel erbij geplaatst. Er kunnen maximaal in Zoom 9 mensen gespotlight worden op dit moment. Awesome. Dus die worden dan op dat scherm bij iedereen erbij geplaatst. Dus, en zo had je dus een gesprek met maximaal 6 schermpjes. En dat maakt het heel overzichtelijk. Dat maakt het heel gestructureerd. Yeah. Dat zorgt ook voor dat je de verbinding veel meer met elkaar hebt. En dat je ook het gevoel hebt dat je een veel intiemer gesprek hebt. We hebben dit nog steeds vormgegeven op basis van, nou, heb je een vraag of wil je iets bespreken met de wethouder? Ja, maar goed, leg het maar in. En ja, deze maar dan ben je zelf ook zichtbaar. Dan ben je zeg maar niet onderdeel van een hele grote zaal, zeg maar. Sandra, maar je bent er gewoon bij. Het doet me heel erg denken aan, ik kom steeds op de naam, dus ben ik kijk aan Clubhouse. Hè, die nieuwe app. Ja, klopt. Daar worden ook mensen op het podium gehaald, mee op het podium getrokken. Daar doet mij dat aan denken. Ja, dat is een beetje... Als je dan, want dat is ook weer een stukje eigenaarschap. Hè? Als je dan een van die 100 bent en je steekt je hand op en je wordt uitgenodigd in die fishbowl. Dat is ook wel een beetje spannend. Hè? Van, oh, en dadelijk ben ik aan de beurt en wat ga ik zeggen. Maar daarmee wordt je betrokkenheid in één keer vele malen groter. Precies. En je wordt ook gewaardeerd. Het wordt gewaardeerd dat je naar binnen kunt stappen en dat gesprek aan kunt gaan. Je wordt gewaardeerd, je wordt gezien. Ja. Hè? Precies, inderdaad. En dat was... En dan is het aan mij als gespreksleider om daar een veilige omgeving van te maken. Ja. Ik moet dan ook mijn rol goed pakken. Dus als er iets gebeurt wat me niet bevalt of wat we niet hebben afgesproken, dan moet ik daar als gespreksleider ook heel duidelijk over zijn. Ja. Dit doen we niet. Dit hebben we niet afgesproken met elkaar. Nou, dat kan ook gebeuren. Maar dat is nog steeds... Een veilige vissenkom, ja. Je moet een veilige vissenkom voor iedereen creëren. En dat vind ik, dat is wel waar ik voor ga. En dat hebben we gisteravond. Hebben we dat ook wel... volgens mij wel heel goed kunnen doen en dat mensen dat ook waardeerden, dat we zo met elkaar die inhoud in konden duiken. En dat we dat goede gesprek, het respectvolle gesprek, met elkaar hebben kunnen voeren. En ja, deze methode is daar een mooi voorbeeld van. Dat vind ik ook namelijk een leuke methode van die breakout rooms. Hè? Zet je die ook in? Niet op een wijkbijeenkomst zoals gisteravond. Dat heb ik, omdat daar... Dit was een bijeenkomst die ging over zonneweiden. En daar heb je mensen die... Er zit dan soms wat reuring in zo'n omgeving, in een dorp. En dat kan en dat mag ook. En dat mag enerzijds mag er boosheid zijn. Mensen mogen ook niet waarderen dat er iets misschien op stapel staat. Of iets staat te gebeuren. Maar er zijn ook mensen die wel voor waren. Dus ik heb besloten om geen breakout rooms te doen. Dat mensen niet... uiteen zouden gaan, dat ik het niet meer zou zien wat er gebeurde. Ik heb ook de chat uitgezet. Dus dat er geen parallele discussie via de chat plaatsvindt naast het gesprek wat we via de camera voerden. Allemaal dat soort elementen zet ik hier inderdaad... En waar zou je het wel inzetten? Want volgens mij gebruik jij het wel. Hè? Dus bij wat voor type bijeenkomsten past het wel om met breakout rooms te werken? Nou, zoals ik net vertelde over de veranda, daar hebben we inderdaad een visie 2030 voor het sportcluster de Veranda opgezet. In ieder geval de kickstart voor gegeven om te komen tot die visie. En al die appreciative inquiry stappen die ik daarin heb doorlopen, die werden iedere keer weer in andere breakout settings gedaan. Dus dan doe ik ook at random. Laat ik ze met nieuwe mensen in een breakout groepje zitten. Ja. Niet te grote groepjes. Dat is meteen een belangrijke tip. Maak er niet te grote groepjes van. En wat is niet te groot? Ja. Ben ik benieuwd, wat vind jij groot? Nou, ik vind 3 fijn, 4 kan nog net en dan is het klaar. Ja, 4 of 5 is voor mij wel een beetje de... En dat hangt er ook vanaf welke vraag je stelt, hè? Als het erover gaat dat... waar heb je nou echt energie van gekregen? Die stap 1 in de appreciative inquiry, die doe ik met 3 personen. Dat is fijn, kunnen ze snel even... Dat is een korte ronde van 10 minuutjes. Kunnen ze snel even alle 3 de personen af. En dat is prima.
als je met elkaar die volgende stappen gaat zetten in de appreciative inquiry, dan kan het al 4 of 5 zijn. Dat mag. En dan heb je ook wat ruimere tijd. Dan pak je een half uur bijvoorbeeld voor zo'n stap. Ja, dat is precies. Hè? Hoe groter de groep, hoe meer je tijd je ook wil hebben. Want anders kan niet eens iedereen aan bod, zeg maar. Nee, maar ik zie nog steeds vaker in programma's voorbij komen dat mensen in zo'n breakout groep met z'n tienen in één breakout groep worden geplaatst. Ja, dat zou ik echt... Dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet willen. Want er zijn mensen die hun mond niet open doen. Die terugstappen. Dus echt, ik volg het wel even wat er gebeurt. Er zijn mensen juist die naar voren stappen en meteen hun zegje doen. Ja. Maar met een kleinere groep van tussen 3 en 5 mensen heb je daar is iedereen veel sneller gelijk. En kunnen we elkaar ook makkelijker zien en horen. En is er ruimte voor iedereen zijn inbreng. Ja, mooi gezegd. Ja, herken ik. Ja. Ja. Maar ik merk bij jou van, je hebt het met enthousiasme omarmd. Brengt het je ook... onverwachte plussen, zeg maar, het online moeten werken ten opzichte van de live bijeenkomsten? Eerlijk gezegd, ik heb het drukker dan ooit. Meer werk. ik had het al niet rustig, dat moet ik al zeggen. Ik had al echt wel een drukke agenda. En ik ben heel blij dat ik nu samen met Kim Jansen werk bij dagvoorzitter.online om het allemaal te kunnen managen. En dat ik meerdere dagvoorzitters en gespreksleiders om me heen heb om mee in te kunnen vliegen. Want ik kan het in mijn eentje niet allemaal meer aan. Dus dat is al 1+. Ja. Ik heb een goede stap gezet, denk ik, dat ik zelf een studio heb. Dat vind ik echt een plus. En dat geeft mij namelijk de mogelijkheid om uber flexibel te zijn in de wijze waarop ik modereer. Ik ken mijn eigen apparatuur. Ik weet precies wat ik doe. En ik weet precies met Kim dan, die mijn regisseur dan ook is, welke stappen we zetten in het proces of als er iets gebeurt, moet gebeuren om haar op de juiste manier te cueën. Dus er is voor mij een nog soepelere workflow ontstaan. En ik zei vorige week tegen Kim, ik zeg wat ik zo leuk vind nu bij de sessies die we begeleiden. Ja, het zijn soms hele grote sessies. En net zoals gisteravond 124 man, echt om dan een wijkbijeenkomst te doen waar sommige mensen echt niet heel positief erin zitten, andere mensen wel. Om dan alle kikkers toch nog in de vijver te kunnen houden. Ik merk dat het me gelukkig geen energie meer kost. Het kost me geen energie meer om dat op een goede manier te begeleiden. En dat begin ik nu nog meer te ervaren, Sandra. Dat had ik in het verleden misschien al wel als het een fysieke bijeenkomst was. Maar ik merk dat het gewoon leuk is. En dat ik lekker in een flow kan stappen om op een goede manier zo'n bijeenkomst te begeleiden. En dat vind ik genieten. Dat vind ik echt genieten. Ja, en ik zit een beetje dan te denken van, is het omdat je gewoon zoveel van die bijeenkomsten doet en daar die ervaringen op doet? Hè? Is het dat dan, hè? Waardoor dat je op dat higher level komt van, het kost me geen energie meer? Hè? Ja. Hè? Of is er iets in die online omgeving die ervoor zorgt dat jij daar nog makkelijker ontspannen in kan staan? Misschien wel beide. En ik zeg dan wel, het kost me geen energie meer. Natuurlijk, keihard aan het werk. Ja. Ik ben keihard aan het werk, maar ik merk dat ik ook zoveel energie terugkrijg via dat beeldscherm, dat het in balans is. Dat is eigenlijk, ik zit in een goede balansfase qua energie. Precies. Dat is sowieso natuurlijk super knap, dat jij vormen hebt gevonden voor jezelf, die je hebt georganiseerd, gewoon zelf hebt, met die studio, maar ook de vormen die je net omschrijft, manieren van werken hebt gecreëerd, waarbij je die interactie online op een fijne manier hebt weten tot stand te brengen. Ja, dat is online een extra mooie aanvulling. Ja, wat leuk zeg, wat leuk. Ja. Heb ik je daarmee een klein beetje kunnen triggeren om dat misschien toch iets meer te omarmen, Sandra? Ja, zeker. Weet je waar ik nog wel benieuwd naar ben? Je zegt zo mooi van, ik heb een eigen studio gebouwd. Ja, ik ben natuurlijk een podcast begonnen. Ik heb ook van alles een apparatuur. Maar welke apparatuur staat er dan in jouw studio? Wat heb je daar dan in staan? Mijn gear. Yeah, what's your gear? Precies. Ik heb qua belichting, heb ik hier in mijn studio, mijn thuisstudio, heb ik speciale lichten die ik precies kan instellen zoals ik het wil. Met achtergrond- en frontlichten. Ik neem naar locatie, als ik het opbouw, neem ik echt softboxes mee om de juiste kleurtemperatuur in ieder geval in de ruimte te kunnen creëren. Dat vind ik al een belangrijke, want daarmee wat er buiten ook gebeurt qua verlichting die naar binnen komt. Je blijft gewoon een mooie constante belichting houden in je studio zelf. Lichten is dus heel erg belangrijk. Ja, hoort ook bij een energieleverancier en licht. Toch? Dat moet dan, hè? Licht zijn er. Daarnaast heb ik flink geïnvesteerd op camera's. Dus ik heb 3 verschillende camera's. Of 3 dezelfde camera's, maar wel 3 camera's.
met goede objectieven om het juiste beeld te hebben. Ik geloof dat dat beeld nog steeds heel erg van belang is. En als dat mooi beeld is, dan straalt dat ook extra professionaliteit uit. Ja. Dus ik heb 3 goede camera's en daar ben ik altijd wel blij om als ik die mag opzetten. Maar wat niet te onderschatten is de invloed van geluid. Ik geloof heel erg in dat je kunt nog zo'n goed beeld hebben, en dat heb ik. Maar als het geluid niet goed is, dan is je bijeenkomst al meteen een stuk minder waard. Ja. Dus ik heb op het begin al, want ik wilde ook podcasts opnemen, dus daar ben ik ook volop mee bezig en de eerste komt ook snel uit. Dus je bent me voor inderdaad. Ja, leuk. En we hebben al afgesproken na de uitzending, ga ik je nog even wat dingetjes meegeven. Dat vind ik heel fijn. Dat vind ik heel fijn. Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. En ik heb een heel podcast systeem gekocht. Dus ik heb een van Rode heb ik een Rodecaster gekocht, waarmee ik met 3 mensen tegelijkertijd een interview kan doen. Ah, ja. Met speciale podmix. Dus die geven ook een mooi geluid om doorheen te kunnen spreken. En dat straalt van enerzijds straalt het uit je speakers. Maar anderzijds straalt het ook een bepaalde professionaliteit uit. Waar ik heel erg in geloof. Ja. En dit is nog alleen maar de apparatuur. Maar daar komt er van alles omheen. Maar dit zijn wel de key elements, zeg maar, om mee te kunnen werken. En daarnaast heb je natuurlijk, ik heb een nieuwe computer gekocht om dat allemaal goed te kunnen organiseren. Ja, tuurlijk. Heb je ook nog alles eropheen. Ja. Wat ik nog wilde vragen is, jij werkt graag met Zoom, ik ook. Ik vind zelf Teams bijvoorbeeld helemaal niet zo fijn. Ik vind het heel statisch en houterig. Maar ik kan er nooit zo goed woorden aan geven waarom dat is. Kan jij zeggen waarom dat jij Zoom zo fijn vindt om mee te werken? Ik herken wel wat je zegt, dat het statisch is. Maar Zoom is heel flexibel in gebruik. Is ook echt gericht op conferencing. Kijk, en ik sprak gisteren iemand die ook dat verschil, dus dat ga ik maar meteen inbrengen, die dat verschil tussen Teams en Zoom mooi formuleerde. Hij zei, Teams positioneert zich echt als onderdeel van Microsoft, als een soort van hub. Een plek waar mensen samenwerken, waar ze elkaar ontmoeten, waar ze samen aan op een whiteboard werken, weet je wel, en dan via Teams contact hebben. Daar is Teams op gericht. Zoom is gericht op conferencing, op het grotere groepen bij elkaar kunnen brengen. En daarin zit al een verschillende aanvliegroute. Dat is de start van Zoom geweest. En de start van Teams is echt gericht op toch wel iets kleinschaliger. Ze zijn nu wel bezig om ook richting webinars te gaan. Ze hebben natuurlijk Teams Live, waar je echt live events kunt organiseren. Of Teams Event heet dat volgens mij. En dan kun je tot 20.000 mensen kun je in een Teams meeting hebben. Maar toch nog steeds is het niet de ideale omgeving. Zoom is daar veel, veel, veel verder en veel beter in. Omdat ze daar ook vanaf de start al meteen focus op hebben. Ja, precies, zit in hun DNA van het is wat ze willen. Ja, precies. Ja. Dus dat is, ik vond het wel een hele mooie verschil. Ja, onderscheid gemaakt. Ja. Ja. Ja, helpt mij ook weer in het uitleggen een beetje. Ja. Ja, ik heb altijd zo'n vraag van, die zet mensen aan denken. Wat viel er voor jou enorm tegen en ga je nooit meer zo doen? Daar heb ik wel echt even over na moeten denken, Sandra. Ja, had je me al verklapt, ja. Ja, precies. Want ik heb je straks verteld over de wijze waarop ik mijn sessies benader. En hoe ik gedegen een sessie wil voorbereiden. En dat betekent dat ik richting een bijeenkomst al 2/3 van mijn tijd, of kijk naar de tijd van een bijeenkomst, 2/3 van mijn tijd die ik besteed aan een bijeenkomst, zit in de voorbereiding. Ja. Daar zit kracht in. Ja. Maar ik heb een voorbeeld gevonden waar ik van denk, hey, dat zou ik de volgende keer toch echt wel anders aanvliegen. Ik heb 2016, 2017 een burgertop georganiseerd. Mm-hmm. In de gemeente waar ik woon, dat is Venray. En die burgertop, ik heb bij een aantal G1000 sessies ben ik gaan kijken in de landen. Super initiatief, mooi hoe ze dat opzetten. Maar ik miste vanuit mijn eventorganisator blik miste ik toch een aantal elementen, een aantal dingen waarop zij dat vanuit de G1000 vorm gaven. Ik geloof in, wederom, dan komt er weer, beweging in je lijf is beweging in je brein. Daar zou veel meer gebruik van mogen worden. Dat, bij G1000 staat het echt heel sterk op, we gaan in gesprek en het gesprek staat voorop. Voor mij staat inderdaad de uitwisseling ergens komen. De interactie voorop. En ergens interactie. Komen staat voorop, ja. 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 En, herken ik.
En dat ze, dus ik dacht, ik ga dat hier in Venray ook doen. En ik ga niet een G1000 organiseren, ik ga me daar niet bij aansluiten, want dat zou ook heel veel geld moeten gaan kosten en we zouden heel veel geld moeten... Ja, dat vond ik een beetje zonde. Dat geld kunnen we beter besteden aan initiatieven hier voor de inwoners. Dus we hadden het initiatief van een burgertop Venray. En wat ik toen gedaan heb, is dat ik samen met mijn collega initiatoren ben ik in gesprek gegaan met de twee wethouders. En we zijn dus meteen naar de wethouders gegaan en hebben met hun gespart over, nou, zou dit iets zijn voor Venray? En die twee heren, die waren daar enthousiast over. En die hadden zoiets, ja, wij zien dit wel zitten. Maar ik kende dat hele wereldje van politiek niet. Daar ben ik nooit in bij betrokken geweest. Ik heb daar geen ervaring in. Ik werk wel heel veel voor de overheid, maar daar had ik geen ervaring in. Ja. Toen werd er ook gevraagd van Tom, werd vanuit het presidium werd het gevraagd. Tom, zouden jullie een keer een presentatie kunnen houden voor het presidium? En zouden jullie een keer bij ons kunnen komen vertellen wat jullie dan beogen, wat jullie doel is, waar jullie voor willen gaan? En ik dacht, ja, nou prima, we hebben het gesprek met de wethouders gehad. Zij koppelen dat wel terug met alle partijen. En ik heb toen een presentatie gegeven. Nou, dat ging een kant op waarvan ik dacht, hoe is dit mogelijk? Mensen hadden zoiets, ja, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Terwijl ze ons zelf uitgenodigd hadden. Ja, hier hebben wij geen interesse in. Wij zien ons hier als raadsleden, zien we voor ons geen rol hierin. Terwijl ik denk, ja, we zijn toch allemaal gewoon inwoners van Venray. We kunnen dit toch allemaal samen doen. En ik ben er later over gaan nadenken. En ik heb daarin een cruciale stap gemist. Ik had, en dat heb ik mezelf ook wel aangetrokken. Ik had veel eerder in het proces het gesprek aan moeten gaan met de raadsleden. Ik had hun eigenlijk van tevoren al mee moeten nemen. En ik denk dat daarmee al, dat ik het via de wethouders, wat op zich echt prima heren, om dat mee te bespreken. En dat was ook heel erg goed. Maar ik had veel meer die brede basis binnen de politiek al moeten gaan zoeken. Ja. Daar zat voor mij wel een leerpunt dat ik denk, oh, als ik weer eens een keer zoiets doe, dan moet ik die brede basis van mensen die ik als eerste informeer, dat ze het uit de directe hand hebben, zeg maar. Dus dat ze het meteen van mij hebben wat mijn intentie is, wat mijn doel is, wat we willen bereiken en wat er ook voor hun te halen valt. Dat ze dat veel eerder op tafel hebben liggen en ook snappen wat ik wil bereiken, dan dat ik dat bij de wethouders neerleg. En dus daar zit voor mij wel echt een grote les. Ja, ja, maar ik denk dat veel mensen ook denken van, ja, ik spreek de gemeente aan en wie moet ik dan aanspreken? Hè? En als ik dan al met de wethouders een gesprek heb, ja, dan zit ik in de top en dan heb ik het eigenlijk allemaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zo denken. Ja, dat is hoe ik, als inwoner. Natuurlijk, als inwoner. Ja, maar dat is logisch. Hè? En pas als je daar wat meer bij betrokken raakt. Bijvoorbeeld een presidium. Wat is een presidium? Ik denk dat ook niet iedereen dat zo kan zeggen. Raad gewoon zo, hè, dus het presidium organiseert, ja, ik zit helemaal te denken van, wat is de definitie van presidium? Help mij eens even. Ja, goed, daar zitten alle fractieleiders van de fracties in, hè? Ja, dus, zij, ja, dus samen met secretaris en zo. Secretaris. En, ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou ja, hè, dus ik denk dat heel veel inwoners ook niet weten dat er een presidium bestaat en wat het is. Ja. En dat mensen ook niet beseffen en ja, het is ook gewoon... Je moet ook al zoveel, maar dat de raad heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en bestaat uit heel veel verschillende partijen. En ja, die bereik je niet één op één via de wethouders, want dat zijn de vooruitgeschoven posten van een aantal fracties, hè, van een aantal Precies. partijen, maar lang niet allemaal. Nee, eens. Dus dus daarin, dat was een mooi leerpunt, Sandra. Ja, 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 ja. Nee, maar goed, het is gewoon fijn dat jij zo succesvol bent en zoveel positieve energie kunt brengen. En dat komt inderdaad door je goede voorbereiding, dat herken ik, omdat ik het samen met jou ook al een paar keer heb meegemaakt. Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk heerlijk om ook te kunnen reflecteren op dingen die niet zo goed zijn gegaan, want dan ben je de volgende keer kom beter beslagen ten ijs. Dus, Zeker. Ben je eigenlijk bezig met nieuwe ontwikkelingen en kun je daar iets over klappen? Je zei net al iets over een podcast. Ja, dat klopt. Ik ben ik ben onderdeel van een collectief. Wij noemen onszelf de Breinbusters. En wat wij doen, we hadden echt een show, een soort van theatershow. Nou, dat is door corona natuurlijk allemaal even on hold komen te staan. Dat was voor ons gewoon een side activiteit. Dus we deden dat bij organisaties en bedrijven die het leuk vonden om met hun personeel eens even flink uitgedaagd te worden. En ik werk daarin in samen met een dame die heel goed kan tekenen en die ook heel erg zit op brein en op gedrag van mensen.
En een andere dame die heel zit op body language en face profiling. Hele mond. Hoe heet ze? Dan worden ze genoemd in de podcast. Ja, heel goed. Anke Lomme en Eliane Rehuis. En met deze dames vorm ik samen de Breinbusters. En dan worden we ondersteund door Maud Willems. En Maud is onze coördinator om het allemaal te organiseren. En wat wij... we hebben dus inderdaad een jaar stilgelegen. En ik vroeg... begin dit jaar zei ik tegen de dames... Ik zeg, het kan nog wel even verduren voordat wij bij bedrijven binnen kunnen komen. Of dat we theater in kunnen gaan. Want dat hebben we ook al een paar keer gedaan. Is het niet iets om gewoon alvast een aantal teasers te geven via een podcast? Dus we hebben een podcast opgenomen. Die zijn we gestart. En de eerste aflevering is gereed. En die wordt morgen gelanceerd, Sandra. Oh, echt? En ja, toevallig. En die podcast heet Breinbusters. Breinvoer voor op de werkvloer. En daarin komen allerlei weetjes over het leven. Over gedrag van mensen komen voorbij. En we hebben de podcast van morgen. Ik kan er een klein beetje over verklappen. Weer zo'n dag. En dat, ja, dat haakt natuurlijk wel een beetje aan de tijd waar we nu in zitten. weer zo'n dag. Weinig hoogtepunten, hè, deze tijd. Weinig hoogtepunten. En dan heb je het dus inderdaad over... Ja, sommige mensen die kennen burn-out natuurlijk. Maar heb je al eens ooit gehoord van een bore-out? Bore-out, ja. Nou, inderdaad. Ja. Daar gaan we het morgen onder andere over hebben. Ja. En wie is je doelgroep? Zijn het dan werkende mensen? Of is het nog specifieker? Ja, wel mensen die werkend zijn inderdaad. Die misschien wat inspiratie willen voor henzelf of voor op de werkvloer. Mensen die gewoon eens even tijdens het wandelen een leuke podcast willen horen. We hebben zo ontzettend gelachen tijdens die opname ook. Heerlijk. Dus wat dat betreft... Dus entertainment voor werkende mensen die wel wat inspiratie kunnen gebruiken. Ja, nou, dat zeg je wel heel erg mooi. Ik denk dat dat een mooie titel is voor... Ja, dus het is niks zo moeilijk als je zelf iets ontwikkelt om het dan samen te vatten. Ja, weet je wel? Dat is een hele goeie. Voor een ander is dat veel makkelijker. Ja, dat is een hele goeie. Dus dat is wel echt een recente ontwikkeling waar ik nu middenin zit. En wat me echt heel blij maakt, dat is één kant. En aan de andere kant zat ik met een andere dagvoorzitter. Dat is Joop Wolters. Ga ik ook een YouTube-stream opzetten. Waarin we echt een soort van pep talk gaan houden. Om mensen het dagvoorzitterschap, het moderatievak. Om daar mensen op te inspireren. Oh, wat leuk. Weet je dat mijn lezingen heten ook pep talks? Wist je dat? Oh, echt? Oh, yeah, ja, leuk. Oh, ja, goed zo. Ik hou een pep talk over mensgerichte gebiedsontwikkeling. Over wat je allemaal kunt bereiken. Kijk. En met elkaar en hoe je dat doet. En laat mensen meeleren van mijn successen. En ook van mijn van dingen die mis zijn gegaan. Wat ik daarvan geleerd heb. Ja, dat doe je ook via YouTube? Nee, dat doe ik op het moment vooral via Zoom eigenlijk. Okay. En normaal gesproken dan word ik uitgenodigd op allerlei mooie plekken. Dat vind ik ook leuk, hè? Ja. Want ik... Ik bedoel, ik ben ook wel echt een liefhebber van plekken. Dus ik kom graag naar de mensen toe. Dan kom je op zulke bijzondere plekken weer te kijken. Daar hou ik ook van. Ja. 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 Nee, dus dat is volop in beweging. En wat dat betreft gaat dat lekker, ja. Ja. En dan wilde ik dan met jou hebben over van... want deze podcast gaat over stadsharten. En we hebben natuurlijk met elkaar, denk ik, hele waardevolle dingen gedeeld over hoe organiseer je goede live bijeenkomsten. Hoe krijg je de neus dezelfde kant op. Online, offline, maakt niet uit. En heb jij nou vanuit jouw kijk nog een gouden tip voor stadsharten? Dat je zegt van jongens, ga daarmee aan de gang. Ja, die heb ik. Ik heb vaak afgelopen jaren bijeenkomsten gedaan voor de provincie Noord-Brabant. Mm-hmm. Op diverse, onder andere Leegstand in winkelcentra. En wat ik vaak inbracht bij die bijeenkomsten was dat ik... zullen we niet eens een paar jongeren meenemen? Zullen we niet eens een paar, ik noem het vaak dan, mensen die anders denken. In creatief jargon heet het dan een wilde gans, weet je wel. Iemand die echt op een andere manier fladdert dan de rest. Ja. Maar ik geloof dat er echt zo'n ontzettende kracht ligt bij onze toekomstige generatie. Ja. Om inspiratie te geven, om betrokken te worden, om... een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van stadsharten, maar van allerlei processen die doorlopen worden. Dus mijn oproep zou echt zijn, ga samen met jongeren ontwikkelen. Betrek ze erbij. Maak het schoolopdrachten. Dat je de school erbij betrekt. Zorg ervoor dat je
de middelbare scholen erbij betrekt. Niet alleen de basisscholen, maar ook de middelbare scholen. Dus doe iets met die kids. En ik denk dat daar... En die openen onze ogen, Sandra. Die openen onze ogen. Ja, ik ben het ook zo met je eens. Van, weet je, ze doen ook heel veel. Ik heb vaak mensen van de TU betrokken bij workshops. Ja. Ze kunnen ook zo goed conceptueel denken. En zo goed inderdaad out of the box. En heel goed verbeelden. Onwijs. En ja, zijn ook echte stayers, weet je wel. Ze hebben niet een moordensvolle agenda nog. Hè? Dus ze kunnen er echt voor gaan. En ze vinden het zo fijn om... Ja, om aan te haken op die bij wijze van spreken grote mensenwereld en te zien wat zij erin kunnen gaan betekenen. Dat helpt hun ook in hun beroepskeuze ontwikkeling, zeg maar. En in hun eigen ontwikkeling. Dus het mes snijdt aan zoveel kanten. Ik vind het een heel goede tip van jou. Ik kan hem alleen maar onderschrijven. Essentieel is wel dat je op de hoogte blijft houden van de ontwikkeling. Dus dat ze ook terug horen. Dat geldt voor iedereen. Juist, want daar... Dat is wel een dingetje ook, hoor. Ja. Dat is echt een dingetje, ja. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. Nou, mooie tip. Ja. Heb jij nog een bijzonder boek of training met ons te delen waar wij ons voordeel mee kunnen doen? Heb ik. Ik heb jullie straks verteld over hoe ik mijn processen aanvlieg als ik een bijeenkomst ontwerp. Of ik ontwerp een proces. En ik heb een boek, dat heb ik gekregen van iemand die dit geschreven heeft. En het boek is Event Design Handbook. Mm-hmm. En daar heb ik al die ingrediënten uitgehaald. Dat is gewoon jouw handboek. Ja. Dat is gewoon mijn handboek. Daar zit het stap voor stap in. En het gaat zelfs nog verder dan wat ik straks heb verteld. Hè. Hoe komen mensen binnen en hoe laat je naar buiten gaan? Er zitten nog een aantal ingrediënten en elementen in. Maar dat is wel de basis waar ik mijn intakes en mijn manieren van ontwerpen van een bijeenkomst uit heb gehaald. En dit is zo treffend. Dit is zo sterk. Het is een boek van Roel Friese, Ruud Jansen en Dennis Luijer. Dennis Luijer is de visueel katalysator, zou ik hem eigenlijk wel willen noemen. Mm-hmm. Dat is degene met wie ik al vaker heb samengewerkt. En ja, de andere twee heren die zijn helemaal op inhoud op dit boek ingestapt. En hebben Dennis daarin meegenomen. Is al een paar jaar oud. Ik denk dat het in 2000... Dat zal zijn geweest, 2014, 2015 is uitgegeven. Maar het is voor mensen in de event business, is dit een handboek. Maar ook voor jou en mij. Ja. Om gewoon goede, waardevolle, doordachte bijeenkomsten te ontwerpen. En dat gaat, zoals Dennis het zelfs getekend heeft, dat gaat van een kinderfeestje. Kun je dezelfde aanpak pakken als dat je bij een visieontwikkeling van de veranden in Oosterhout pakt. En dat staat allemaal hierin. Dus ik zou je echt willen vragen om dat aan je boekenkast toe te voegen. Dat ga ik gewoon doen, joh. Ik ben, wat dat betreft, ik ben zo nieuwsgierig en leergierig altijd. Dus als jij mij dat boek aanraadt, ik wil hem meteen hebben. Van harte aanbevolen. Van harte aanbevolen. En ik zal het in de linkjes ook zetten, dat mensen hem kunnen aanschaffen als ze interesse hebben. Ja. Ja, en tenslotte, ik eindig altijd met welke plek vind jij bijzonder inspirerend en waarom? Ja, ik heb je straks al verteld over een vriend van mij, Martijn van Dijk. Die heeft mij meegenomen in het hele placemaking gebeuren. De wijze waarop er samen met inwoners wordt gekomen tot een goede invulling van een plek. En Martijn die heeft mij laten zien hoe hij dat in Best heeft gedaan. In de gemeente Best. Ik wou zeggen, jij heeft ook heel mooi voor elkaar gebracht. Daar. Ja. Ja. En nou ben ik geen inwoner van Best. En ik heb er ooit wel gewoond trouwens. een paar jaar. Oké, dus wel een beetje dan. Ja. Klein beetje. Maar ik vind iedere keer als ik daar weer kom. En ik weet niet of hij dit weet of ik het ooit met hem zo gedeeld heb. Maar iedere keer als ik daar weer kom, verheugt het mij om die binnenstad weer te doorlopen. Omdat ik zijn signatuur daar samen met al die mensen met wie hij dit samen heeft gedaan. Hè? Let wel, want hij is niet degene die het helemaal ontworpen heeft. Hij is degene die samen met anderen dat proces heeft doorlopen. Maar dit is wel een gemeente, een plek waar hij ontzettend trots op is en ik met hem. Ja, ik vind het zo gaaf om te zien hoe ze dat daar gedaan hebben. En dat geldt voor Best en dat geldt ook hier voor de gemeente Venray. Want ook hier in de gemeente Venray raak ik geïnspireerd door de binnenstad. Door de wijze waarop ze het hebben vormgegeven. Hoe ze het hebben aangevlogen, hoe ze de openbare ruimte echt een flinke boost hebben gegeven en daarmee
de ondernemers die actief zijn in zo'n centrum, en dat geldt voor Best, volgens mij idem dito, ook een boost hebben gegeven om nog beter in hun kracht te komen te staan. Dat mensen genieten van zo'n ruimte. En dat blijft mij inspireren. En dat blijft ook een mooi voorbeeld, zoals Martijn dat doet. En ik zou dat is meteen een volgende oproep naast het boek. Kijk naar dat soort voorbeelden van hoe dat door anderen ook is gedaan. En daar put ik ook uit hoe ze dat, ja. Om daar zelf van te leren. Ja, precies. En ik zei zo mooi van, ik heb met Sophie gehad over placemaking, maar dat was placetesting. Dat is eigenlijk weer een onderdeeltje daarvan. Oké. Okay. Het is misschien wel goed om ook nog eens een keer een podcast te wijden aan placemaking en de beginselen daarvan. Want dat is natuurlijk inderdaad super waardevol. Echt, ja. Onwijs. Dus, ja, dat is ook weer een tip. Nou, Tom. Ik vond het echt ontzettend leuk om met jou te kletsen. Ik ook. We kunnen nog wel even doorgaan. Volgens mij is dit ook bij far de langste podcast tot nu toe. Serieus? <niet uit. laughs> Maakt niet uit, mij niet uit. Ik heb er enorm van genoten. Ik dank jou hartelijk voor alle kennis en voorbeelden die je hebt ingebracht. Je hebt mij in ieder geval zeker geïnspireerd. En ik vertrouw erop, de luisteraar ook. Dus dank je wel. Heel graag gedaan, heel graag gedaan. Ik vond het ook leuk. Ik vond het leuk om als eerste keer een keer in een podcast van iemand anders te zitten, Sandra. Dus ik heb hem alleen nog maar van mezelf opgenomen. dus dan hebben we het toch een eerste keer te pakken samen. Ja, toch? Precies. Ja. Wat leuk is, er zijn heel veel mensen die ik interview, voor wie het de eerste keer is dat ze überhaupt een podcast doen. Ja. Je hebt dan al de ervaring vanzelf, maar ik denk dat het ook goed is voor ons vak, zeg maar. Om op deze manier interactief met elkaar dingen te delen, daarin ook een bepaalde diepgang te bereiken en andere mensen weer te inspireren, zodat we samen op een hoger level kunnen opereren, zal ik maar even zeggen. Gun ik iedereen dat ze er gebruik van kunnen maken. Nou, dan ga ik hem afronden. Want nu we aan het einde zijn gekomen van weer een heel leuke aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast, ben ik benieuwd geworden naar de inzichten die jij hebt opgedaan. Ik vind het echt heel interessant als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram, of je stuurt me een DM of een persoonlijk bericht naar info@glowingplaces.nl. Je mag natuurlijk ook Tom benaderen, die vind je ook via LinkedIn bijvoorbeeld. Misschien kun je hem ook nog wel om een vervolgtip vragen. Tom, hartstikke bedankt voor het gesprek. Luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En als je me wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt nog meer zou moeten interviewen, laat het me weten. Over een week of 4 staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Stay tuned!